Ernst Faber, bedankt voor je tijd vooraf al, dat je ons te woord wil staan. Succesvolle coach bij FC Eindhoven en assistent bondscoach bij het succesvolle Nederlands elftal. FC Eindhoven draait mee in de top van de Jupiler League. Is dit de hand van Ernst Faber? Nou, ik heb wel de eerste hand toegereikt aan alle mensen. Ik heb een bepaald verhaal al neergelegd van ontwikkeling en evaluatie in hand van 5 bouwstenen. Ik moet zeggen, dat is nu... zijn alle mensen mede-eigenaar geworden van dat ontwikkelingsplan. En moet ik zeggen, doen we met z'n allen heel erg goed. Dus ik ben wat dat betreft, is mijn eerste hand daar geweest. Heeft iedereen die netjes opgepakt en is daarmee aan de slag gegaan. Maar je ziet ook de hand van Faber in het verzorgd voetbal en de mentaliteit, discipline die je van jongs af aan hebt meegekregen, denk ik. Ja, oké, okay. De hand is misschien een groot woord. Het gaat meer om mijn ideeën heb ik daar neergelegd en die zijn goed opgepakt. Inderdaad, verzorgd goed voetbal, aanvallend voetbal. Goede verdedigende organisatie en organisatie buiten het veld is heel belangrijk. Nou, daar is iedereen eigenaar van geworden, van hun eigen ontwikkeling. En het gaat er heel erg goed, ja, ik ben tevreden. Nou, FC Eindhoven heeft een nieuw en verjongd bestuur. Merk je dit in de organisatie, in de structuur, in het beleid? Je ziet dan deze jonge, enthousiaste groep van mensen dat je gewoon een nieuw elan hebt gekregen binnen de club. Dat is wat we ook al willen uitstralen. Jong, ambitieus, talentvol en met kwaliteit. Nou, we zijn de perfecte verbeelding van wat er nu op dit moment is. En mogen wij blij zijn met zo'n bestuur. Ja, maar budgetair gezien heeft FC Eindhoven een van de laagste budgetten in de eerste divisie, ja, de Jupiler League. Ja. En jullie draaien toch in de top mee. Ja, dat is dan toch... Is dat verrassend of is dat... Nou, jullie laten zien met elkaar dat je door creatief te denken en te handelen en uitstralen dat je winnaar bent, hè, dus dan kom je meestal met plan en ga je die uitvoeren, dat je dus met heel weinig heel goed kunt presteren. Nou, dan moet ik denk een voorbeeld zijn voor voetbal in Nederland, dat het niet altijd aan geld ligt, maar in eerste instantie aan ambitie, aan doelstellingen, aan enthousiasme. Kan motiveren en dan creatief nadenkend kun je tot hele mooie oplossingen komen. FC Eindhoven heeft momenteel weinig jeugdopleiding, hè, en creatief denken. Welke kansen liggen er in de toekomst voor FC Eindhoven? Omdat geen jeugdopleiding en toch weinig budget. Nou, we zijn natuurlijk aan het zoeken. We hebben in de RJO samen PV een aantal elftallen, 4 elftalletjes. Als ik me niet vergis. Daarna gaan jongens door naar UNA. Eigenlijk een soort vervolg van de opleiding in de samenwerking met die amateurclub. Uiteindelijk is dat wel een kans voor ons dat we daar weer dingen gaan oppikken. Zodat je een soort piramide-achtig model krijgt. Dat je een brede basis van jonge talentvolle spelers kunt creëren. En dat je daaruit je jongens zelf kan opleiden naar een eerste elftal. Okay, we zijn met diverse mensen aan het praten, aan het aftasten. Die ruimtes en leemtes in kunnen vullen. Misschien wel de VDL zelfbaltak, dat zou mooi zijn. Dus we zijn het zoeken. Dus het is een kans denk ik voor ons. Ja, wat je net al zegt, hè? In de wandelgang horen we geluiden over de samenwerking tussen CFV, Siba VDL Groep en FC Eindhoven. Kun je daar iets over vertellen? Hoe gaat dit eruit zien en hoe is dit tot stand gekomen, dit samenwerkingsverband? Nou, het is tot stand gekomen omdat we natuurlijk dezelfde hoofdsponsor hebben. Zeer enthousiast, zeer groot bedrijf vol met kennis. Uiteindelijk willen wij dat ook zijn als voetbalploeg. Jullie denken als samenvalploeg. Uiteindelijk hebben wij ze oriënteren een gesprek gehad met elkaar van hoe kunnen we elkaar nou versterken. Welke raakvlak hebben wij? Hoe zit het met de jeugdopleiding? Hoe zit het bij de zaal? Leid je daar je eigen spelers op? Wat doen we bij het voetballen? Dus we zijn elkaar een beetje zoekend aftasten hoe we een bepaalde vorm van samenwerking kunnen zeggen. Nou, dit is een uniek concept voor voetbal op Nederland. Dat je toch als betaald voetbalorganisatie en als samenvalorganisatie elkaar kunt versterken. Om uiteindelijk tot dezelfde doelstelling te komen dat je bepaalde prestaties neerzet landelijk gezien. Ja, want ja, het is inderdaad, het zou de eerste samenwerking zijn tussen een betaald voetbalorganisatie en een betaald zaalvoetbalorganisatie. Ja, dat is natuurlijk ook mooi dat je daar in de voorloper bent. Ja, het zou mooi zijn en misschien wel een uniek concept, alleen dat moet goed voorbereid worden. Dus het is nu de aftastende fase. Uiteindelijk is het wel zo dat wij presteren nu goed en jullie de laatste 2 jaar ook fantastisch. Nou, je speelt zelf Champions League. Uiteindelijk zie je dus dat er heel veel kwaliteit zit. Nou, het gaat erom dat wij die kwaliteiten kunnen gaan bundelen in een mooi concept.
waarin je dus de prestatie alleen maar kunt verbeteren en dan kunt versterken. Uiteindelijk gaat het om die brede basis voor elkaar. Dat we zeggen, nou, kunnen wij ervoor zorgen dat wij onze eigen toevoer van talenten hebben naar het eerste elftal? Het kan zijn dat jongens samen gaan trainen, op het veld mogen samen gaan trainen in de zalen, op een bepaalde leeftijd, misschien de leeftijd van 13, 14, dat je daaruit gaat specialiseren. Dat is maar een idee, maar daarom moet je denken, dat soort dingen van kennisdeling, elkaar versterkend, lopend in het concept dat je zegt van nou, dit gaan we doen. Dus jongens die bij FC Eindhoven bijvoorbeeld technisch tekortkomingen hebben, die dan in de zaal mee gaan trainen en jongens die in de zaal bijvoorbeeld het fysieke of het loopvermogen of iets weer bij FC Eindhoven kunnen doen? Of? Nou, het is zo, het is nog wat ik net al zei, het is even zoeken naar elkaar. Hè, van oké, wat is nou het concept van jullie? Waarom jullie succesvol zijn, was het concept van ons, waarom wij ook succes hebben. Nou, dat hebben we nu een beetje naast elkaar gelegd. En dan ga je raakvlakken zoeken van, nou, wat vind ik me. Hier zijn we allebei erg goed in, hier is de ene beter in dan de ander. Dan kun je daaruit samen een basis creëren waar je zegt van, nou, dit is onze talentenpool. Ze kunnen samen zoiets opbouwen naar beide eerste elftallen. Dat kan ook andersom zijn, dat je vanuit het eerste elftal zegt van, nou, die jongen bij ons met voetballen, veldvoetbal komt net iets tekort. Kan hier voor betekenis zijn van het zaalvoetbal. Andersom kan het natuurlijk ook. Hm. Nou, we hebben een goede zaalvoetballer die ook wel een kippen wil proberen in het veld. Dat soort samenwerking moet je zien. Maar het is nog allemaal aftasten, onderzoeken. Ja. Want in ieder geval het eerste aanzet is daar. En uiteindelijk is dat wel uniek. Ja. De grondlegger van dit samenwerkingsverband is dan misschien Michiel Pieters, voorzitter bij FC Eindhoven, oud-voorzitter bij ons. Ik weet dat hij daar wel mee bezig is geweest. En heeft hij ook voor het warme contact gezorgd? Ja, in principe wel. Ja. Michiel is hier de initiatiefnemer in. Is ook al bij geweest bij de eerste gesprekken. Uiteindelijk is het wel belangrijk dat je iemand hebt die daarvoor staat en daar ook de mensen bij elkaar brengt. Nou, uiteindelijk is het zaak dat iedereen zijn eigen input doet. Mooi op tafel legt. En daaruit moet jij gaan kijken van nou, wat gaan we uiteindelijk doen en betekenen voor elkaar. Dat is wel belangrijk. Hoe ziet de toekomst van FC Eindhoven eruit, hè? Met betrekking tot de zaal? En kunnen jullie een keer verwachten bij onze wedstrijden of een paar spelers van de selectie of andersom? Uiteindelijk, als wij willen gaan samenwerken, gaat dat zeker gebeuren. Hè? Dus, ik ben er niet zo vaak bij jullie geweest. Ik ben wel erg nieuwsgierig, maar ook naar de trainingen, naar de wedstrijden. Hoe is nou de media-aandacht, hoe is nou de exposure? Hoe bereiden jullie nou dingen voor? Hoe beleven jullie dingen nou? Hoe beleven de spelers het uiteindelijk? Hoe kijken jullie spelers tegen ons voetbal aan? Uiteindelijk gaat het om dat je elkaar liet ontdekken van nou, waar liggen onze krachten naar jullie toe en andersom ook. Dus wat dat betreft ga ik zeker, als het programma toelaat, naar jullie komen kijken. Maar vind ik ook belangrijk, de trainingen. Hoe ga je nou jongens beter maken? Hoe bereid je nou voor op een toernooi zoals de Champions League? En dan gaat het uiteindelijk, vind ik heel erg belangrijk, het beleven van spelers. Hoe beleven jullie nou dingen? Is het beleving hetzelfde als bij mijn spelers? Daarin ga je natuurlijk heel snel kijken als trainer zijn. Nou, hoe doet jullie trainer? Hoe bereidt hij zich voor? We hebben vanmorgen al een beetje over gesproken informeel. Maar uiteindelijk is dat ook de kennisdeling. Ja, dat zijn allebei specialismen. Hoe ziet dat nou eruit naar elkaar toe? En hoe zijn de verhoudingen? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Dus je zult me regelmatig, hoop ik, het programma toelaat zien weer. Ja, maar ik denk dat je ook inziet dat de CFE, CIBA, VDL groepen flink aan het professionaliseren is en dat je daarom er ook in wil stappen. Anders had je het denk ik niet gedaan. Dat je wel ziet dat we echt ermee bezig zijn als club zijnde. Ja, nou, zeg maar, op technisch vlak heb ik met de trainer gesproken en hebben wij dezelfde basisgedachte. Als ik kijk naar jullie club en onze club, zijn we eigenlijk in dezelfde fase. Wij willen allemaal steeds professioneler, steeds beter maken. Dus wat dat betreft zitten wij op gelijk niveau en kunnen we elkaar daarin heel erg ondersteunen. Nou, we hebben dezelfde hoofdsponsor en samen kunnen wij denk ik elkaar nog meer versterken en nog beter exposure krijgen voor het goede concept dat we beide hebben. En dat zou mooi zijn als we dat kunnen realiseren.